Dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed. Hoop ik was hier live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. De bijen worden bedreigd en dit is meteen een bedreiging voor onze voedselketen en voor de mens. Bart van de Poelen is verantwoordelijk voor de Week van de Bij. Hij zet ons graag aan om een eigen bijentuin aan te leggen, want extra bijen kweken en uitzetten, dat geeft weinig zin, omdat er onvoldoende eten is voor de bijen. We kunnen dus de bijen vandaag helpen met een bloemrijke, diverse tuin en een iets minder strak gazon. Je vindt in de beschrijving onder deze uitzending bijkomende informatie voor wie aan de slag wil. Goedemorgen, ja, ik ben Bart van de Poelen. Ik ben eigenlijk een beetje de verantwoordelijke van Week van de Bij. En eigenlijk redelijk gepassioneerd al verschillende jaren rond bijen en planten. En dat komt eigenlijk een klein beetje. Toen ik 17 was, kreeg ik eigenlijk een bijenkastje van mijn grootoom. En vandaar eigenlijk is de liefde gekomen voor die bijen. En anderzijds ben ik ook leraar tuinbouw. En daar komt eigenlijk de liefde voor die planten. Hè. En dat valt eigenlijk wel samen. En in die 30 jaar tijd hebben we heel veel dingen zien veranderen. Hè. Veranderen in onze natuur, in ons milieu. En we hebben ook gezien dat die bijen heel erg belangrijk zijn. En daarvoor wil ik alle soorten acties doen met die Week van de Bij. Die Week van de Bij is eigenlijk een campagne van de Vlaamse overheid. En we willen eigenlijk met burgers en met landbouwers en met bedrijven en met iedereen aan de slag gaan om die bijen te helpen. Want het is eigenlijk wel belangrijk voor onze voedselketen, dus dat er genoeg voedsel gemaakt wordt. Maar ook in de natuur, dat er voldoende zaden komen van alle soorten planten in de natuur, dat die elk jaar opnieuw genoeg zaden produceren. En die bij is daar een heel belangrijk stukje uit, want hij zorgt voor bestuiving. Hij zorgt dat stuifmiddel van de ene kant naar de andere kant gaat. Hè. Dat de bloemetjes bestoven worden en dat er zaden komen. Hè, dus dat is eigenlijk mijn passie. Eigenlijk die bijen moeten we echt wel gaan helpen. En we moeten dat niet kort door de bocht gaan helpen, maar we moeten dat echt gaan helpen. Hè. Dus met wat hebben ze tekort? Ze hebben voedseltekort. Hè. Dus een 10 jaar geleden was er eigenlijk een malaise in de imkerij. Er gingen heel veel bijenkasten dood. En dan zijn we eigenlijk op zoek gegaan met alle soorten universiteiten enzovoort. Waarom gaan die bijen nu dood? En daar zijn heel veel verschillende redenen voor, dat ik nu niet allemaal ga ophalen. Maar een van die redenen was voedseltekort. Hè. Dus dat zij geen verschillende soorten stuifmeel en nectar eigenlijk vonden in de natuur. Het probleem is eigenlijk dat we in de laatste 50 jaar zijn we heel veel kleine stukjes natuur kwijtgeraakt. Hè. We hebben heel veel gebouwd, we hebben heel veel beton gehouden, we hebben heel veel pesticiden gebruikt. We hebben eigenlijk onze tuinen zeer clean opgemaakt, hè, met gras en leilandiehagen enzovoort, waar er eigenlijk heel weinig voedsel te vinden was voor die diertjes. En dat proberen we nu stukje per stukje met iedereen die wil, van goede wil is, hè, proberen we met bijentuinen en openbaar groen om eigenlijk ervoor te zorgen dat er meer diversiteit, meer biodiversiteit komt, meer bloemen komt om die bijen. En als ik bijen zeg, dan bedoel ik eigenlijk de hommels, die dikkertjes die wel zien vliegen, de solitaire bijen, dat zijn die bijtjes uit die insectenhotelletjes, en ook die honingbijen die eigenlijk bij de imker leeft. Hè. Dus vooral die beestjes is het belangrijk dat we dus zorgen dat er meer bijentuintjes komen. Hè. Dus ik ben zelf ook een eigenaar van een bijentuin. Ik ben er al verschillende jaren mee bezig. En het is ook met vallen en opstaan. Hè. Dingen zoeken, dingen bij elkaar brengen. Dingen inheemse planten. Er zitten ook wel wat cultuurvariëteiten tussen enzovoort. Maar die allemaal zorgen dat er meer voedsel komt om die bijen te helpen. Als je ook goesting hebt om aan zo'n bijentuin te starten, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Hè. Je kan heel klein beginnen. Hè. De kleinste bijentuin is, noem ik de heveltuin. Hè. Als je in de stad woont, heb je eigenlijk niet zoveel grond. Ja, dan kun je eigenlijk een heveltuin maken. Je haalt eigenlijk een aantal tegels uit het trottoir, uit het voetpad eruit. En je gaat daar eigenlijk grond inbrengen en daar eigenlijk een klimplant of een aantal planten gaan aanbrengen. Hè. Dus dat hoeft niet altijd mega groot te zijn. Wat is eigenlijk de som van al die bijentuintjes die de bijen kan gaan helpen. Heb je dan al een groter stukje of een stukje achtertuin, hè, dan zijn er alweer meer mogelijkheden. Hè. Bijen die hebben eigenlijk het hele jaar door eten nodig. Ze hebben eten nodig van maart en ondertussen met de klimaatopwarming bijna tot 1 november. Dus we moeten eigenlijk voor zorgen dat er eigenlijk in elke maand, in elk seizoen iets bloeit. En in die achtertuintjes zijn er al meer mogelijkheden.
Dan denk ik bijvoorbeeld dat er toch al een boom zou moeten in kunnen staan en een struik. En misschien al een bloembak. En wie weet heb je wel plaats voor een vierkante meter tuintje of een moestuin. Maar dan is het belangrijk dat die moestuin, dat er een aantal planten mogen doorbloeien. Als er een ajuin begint te bloeien, hoef je hem niet direct uit te trekken, maar laat hem dan bloeien voor de bijen. Dus dat zijn allemaal kleine winsten in zo'n kleine tuin. Mensen die zeggen van ja, ik wil er echt wel voor gaan en ik heb wel wat grond, die kunnen een groter tuin gaan maken. Die kunnen eigenlijk een soort, ja, wel een klein reservaatje maken, met eigenlijk heel veel vaste planten die heel goed zijn voor bijen. Dan denken we maar aan heel wat struiken. Zo'n bijentuin is ook interessant voor de mens zelf. Als je struiken, denk maar aan de bessenstruiken, rode bessen, zwarte bessen. Dat zijn allemaal planten die heel goed zijn voor die bijen, maar waar wij zelf ook wel bessen kunnen van plukken. Dus vaste planten, struikjes en dan bomen. En het is belangrijk dat we daar een beetje de juiste bomen kiezen. Denk maar aan fruitbomen, maar ook aan wilgen, aan lindes, dat is esdoorn. Dat zijn wel planten die goed zijn voor die bijen. Als we daar de verkeerde keuze doen en bijvoorbeeld een plataan zetten, ja, die staat er misschien ook voor 30 jaar, maar die heeft eigenlijk geen nectar en die levert eigenlijk heel weinig op voor bijen. Dus we moeten daar een beetje die keuze gaan maken. Mensen die dan een hele grote tuin hebben, ja, die kunnen ook gaan kiezen bijvoorbeeld om bloemenmengsels te gaan inzaaien. Om echt een bloementapijt te maken, meerjarige bloemen die ze dan gaan inzaaien en elk jaar één keer maaien en dat komt dan elk jaar terug. Wat ook belangrijk is in die bijentuin is dat we bijvoorbeeld ook ons gazon, het gras, eigenlijk op een andere manier gaan onderhouden. Zodanig dat er ook klaver en paardenbloemen bijvoorbeeld kunnen in groeien. Dus dat we die toelaten. Dus dat we daar niet met heel veel hef gaan in werken. Maar dat dus die planten daar ook mogen zijn. Die leveren ook hun nectar op het juiste tijdstip. Voor bepaalde solitaire bijen die dan bijvoorbeeld in april wakker worden. En die dan vliegen op paardenbloemen. Dus dat is heel erg belangrijk dat we ook dat gazon meepakken in het verhaal. Een bijentuin, een van de belangrijkste dingen is eigenlijk wel het verhaal dat we geen pesticiden gaan gebruiken. We zien dus, als we heel veel hef gaan gebruiken, en bij hef denk ik ook bijvoorbeeld aan Javel, waarbij we onze oprit mee gaan afgieten. Aan mierenpotjes, aan de insecticides om bladluizen en zo te doden. Dan brengen we heel veel hef in die tuin. En we zien dat dat heel grote weerslag heeft op de bijenpopulaties in de buurt. Als je dat hef stoppen, dan komt er eigenlijk een groei van de soorten en van de aantallen. Dus dat is heel erg belangrijk. Zo'n bijentuin is ook belangrijk dat we een beetje water hebben. Water is eigenlijk het belangrijkste in het leven en in de natuur. Alles heeft eigenlijk water nodig. En die bijen ook. Die bijen in de lente hebben veel water nodig om te drinken. Nu, de laatste jaren hebben we ook heel veel droogtes in de zomer enzovoort. Dat het water eigenlijk uitgeput is of niet meer beschikbaar is. Dan is het belangrijk dat we dus eigenlijk een soort schoteltjes hebben of vijvertjes of een beekje enzovoort. Waar die bijen kunnen in afzakken, het water kunnen opzuigen en weer kunnen uitklimmen. Dus een zwembad van de kinderen is niet goed, want die beestjes die kunnen er eigenlijk niet meer gaan uitklimmen. Dus hef minderen, we hebben water nodig en we hebben dan heel veel bloemen nodig. Om maar een voorbeeld te geven, om eigenlijk een halve kilogram honing te hebben, daar hebben we meer dan 500.000 bloemen nodig. Dus dat is gigantisch veel, dat bijvoorbeeld die honingbijen bloemetjes nodig hebben om zo'n pot te kunnen vullen. Maar niet alleen de honingbijen, denk maar aan die bijtjes die in die hotelletjes leven. Die leven soms van één bepaalde plant. En als die plant er niet meer is, ja, dan gaat die soort ook weg. Dus het is ook belangrijk dat onze inheemse planten, onze inheemse flora, dat die er ook wel is. En dikwijls zit dat ook tussen wat wij onkruiden noemen. Maar die planten zijn ook belangrijk als we die soorten willen houden in Vlaanderen. Als we nog eventjes over bijentuin, dus we hebben heel veel planten gezet, dus die lagen zijn belangrijk. Dus zorgen dat er bomen zijn, struiken en die kruidlaag. En die kruidlaag, dat kunnen inderdaad vaste planten zijn, maar dat kunnen ook bloembollen zijn. Denk maar aan krokussen, aan blauwe druifjes. Dat zijn allemaal goede bijenplanten die in de lente daar staan. Dat hoort ook eigenlijk bij die kruidlaag. Dus zo zorgen we dat er elke maand iets bloeit en dat er iets in onze bijentuin interessant is voor die bijen.
Als mensen over een bijentuin spreken, dan denken ze direct van, ik moet hier een bijenkast aan zetten. Hè. En dat is eigenlijk niet nodig. Hè. Op zich zijn er in Vlaanderen nog een iets meer dan 4000 imkers. Dus heb je 300 gemeenten, en elke gemeente zijn er eigenlijk imkers genoeg. Hè. Dus we helpen eigenlijk de bijen ook niet met extra bijenkasten erbij te plaatsen. Hè. Dus dat zo'n verhaal in Parijs begon men een jaar of 6 geleden. Bijenkasten op de daken te zetten van heel wat grote gebouwen, hè, om die bijen te helpen. Hè. En dan zien we nu, na 5-6 jaar, er is eigenlijk eten tekort voor die bijen, hè, doordat men er te veel gezet heeft. Men heeft te veel van die bijenkasten op die openbare gebouwen gezet. Dus daar moeten we toch wel een beetje het in evenwicht houden. Dus extra bijen leveren is geen oplossing. Hè. Dus we moeten vooral meer voedsel hebben, hè. Meer voedsel voor die bijen. En die bijentuinen zijn daar een heel belangrijk iets in. Hetzelfde van insectenhuisjes. Hè. We kunnen insectenhuisjes hangen aan de muur. Als we dat doen, moeten we op twee dingen letten. Ze moeten in de zon hangen en uit de regen. Maar we trekken dan inderdaad die beestjes aan. Maar die beestjes moeten ook voedsel vinden. Als we van die insectenhotelletjes hangen, maar er is geen voedsel in de natuur, ja, dan is dat eigenlijk belachelijk. Hè. Dan lukt dat niet. Dus we hebben die twee dingen nodig. Hè. Een plaats om te wonen en een plaats om te eten. Je hebt de smaak te pakken. Je wil eraan beginnen. Hè. Of verschillende methodes. Hè. Toch wel bezindeer je begint aan zo'n bijentuin. Verschillende mogelijkheden. Hè. Je kunt naar een tuinaannemer stappen. Die mensen beginnen ook al meer en meer ervan doordrongen te zijn dat die bijen belangrijk zijn. En al heel wat tuinaannemers die beginnen ook met voorbeeld bijentuinen te maken. Dat is een oplossing. Dat heeft natuurlijk ook zijn prijskaartje. Anderzijds kun je ook heel zelf starten, basic. En dan is eigenlijk de tip van begin klein. Hè. Begin klein, begin met een paar vierkante meter. Begin in de lente, dat geeft courage, de dagen binnen te lengen, je ziet heel snel evolutie. En dan, je gaat bijvoorbeeld je gazon gaan omvormen of je begint met een stukje braak. Hè. En dan kun je eigenlijk een aantal naar het tuincentra stappen of naar een kweker of planten krijgen van een collega of een vriend. En je begint dan eigenlijk je tuintje te gaan uitbouwen. En je moet ook, bij planten is het niet zo eenvoudig. Je moet een klein beetje kijken welk soort grond heb ik. En de standplaats, hè, waar zit de zon? Zitten we in de schaduw of staan planten in de zon? En het is wel belangrijk als je dan die plantjes koopt in het tuincentrum, dat je eventjes kijkt. Hè, want die zon en schaduw is toch wel heel erg belangrijk. Als een roos die heeft bijvoorbeeld heel veel zon nodig. En als je die in de schaduw zet, gaat dat moeilijk gaan. Hè. Ga je daar niet zoveel plezier aan hebben. Hè. Dus heel erg belangrijk die standplaats, hè, als we planten gaan kiezen. Een andere manier om planten te kiezen, waar ik dikwijls kijk, is waar zitten de bijen nu op? Als je in een tuincentrum bent en je ziet de planten staan, al in bloei bijvoorbeeld, dan zie je welke planten dat de bijen kiezen eigenlijk al. En als je dan deze koopt, dan heb je eigenlijk heel snel succes. Dus, en dat kan groeien. Hè. Dus we beginnen klein en dan misschien een aantal bessenstruiken en wie weet een fruitboompje. En zo kan je bijentuintje gaan groeien. Goed, we hebben nu eigenlijk heel veel gehad over een bijentuin en bijen. Maar eigenlijk als je aan een bijentuin begint, dan doe je eigenlijk nog voor heel veel andere diertjes en heel veel andere dingen ook een plezier. Hè? Want eigenlijk een bijentuin is een tuin in evenwicht. Is een soort natuurlijke tuin. En die bijen die zorgen wel dat er de bessenstruiken bestoven zijn. Maar daar komen dan bessen aan. Dat is interessant voor de mens, maar dat kan ook interessant zijn voor de merel. We hebben struiken gezet en opeens hebben we ook een plaats waar de egel zich kan verstoppen. En dus zo'n bijentuin die zorgt er eigenlijk voor dat de biodiversiteit groter wordt in de omgeving. En als we dan eigenlijk nog een aansluiting krijgen van verschillende van die bijentuinen naast elkaar, ja, dan krijgen we ook eigenlijk al een heel mooi landschap. En misschien zijn er wel gezinsleden die daar misschien bang van zijn en denken van, ja, is dat niet gevaarlijk? We gaan straks een communiefeest hebben en als al die bijen hier op bezoek zijn. Maar eigenlijk hoef je daar niet mee in te zitten. Hè. Bijen die komen heel gefaseerd, allemaal in brokjes en stukjes komen die op bezoek. Het is niet dat die opeens met duizenden naar uw bijentuin gaan komen. Dus een bijentuin op zich is niet gevaarlijk. Hè. Dus die vraag komt dikwijls. Ik heb ook dikwijls mensen die allergisch zijn aan pollen en die
die zeggen, ja, hij had zoveel bloemen zetten en mijn man is allergisch aan pollen, had hij dan niet allergisch zijn? En wat zien we eigenlijk? Dat de meeste mensen zijn allergisch aan pollen van bomen. Denk maar aan els en berken enzovoort. En onze bijentuin die bestaat meestal uit bloemen. En die hebben zoveel pollen niet. Dus daar hoef je ook niet zo mee in te zitten. Dat zijn zo de dingen dat dikwijls de vraag komt van, ja, ik twijfel om een bijentuin aan te leggen, zou ik dat wel doen? Dus het is niet gevaarlijk en ook voor je pollen moet er niet mee in zitten. En ja, gaan ze dan naar mijn barbecue komen, dan komen ze dan rond mij zitten. Eigenlijk de beestjes die ambetant doen, zijn meestal de wespen. En die zien we meestal ook eind augustus. Dat heeft ook een andere reden. Maar bijen op zich, zeker de wilde bijen, de hommels, maar ook honingbijen, die gaan eigenlijk niet aanvallend zijn. Die gaan ook niet naar uw tafel komen enzovoort. Om toch nog een klein beetje te vertellen over die wespen. Waarom komen die wespen? Wel ja, die kweken en die hebben een bepaald nest, bijvoorbeeld onder uw dakgoot enzovoort. En op het einde van augustus valt dat nest uit elkaar. En dan is er eigenlijk voedseltekort. En dan gaan ze op zoek naar suikers. En dan gaan ze eigenlijk, komen ze naar uw druiven of naar uw cola aan tafel. En het is meestal met die wespen dat we last hebben. Maar met de bijen valt dat echt reuze mee. Ja, zo'n bijentuin, dat levert eigenlijk heel veel plezier op het hele jaar door. Je hebt altijd bezoek, niet alleen van bijen, maar ook van vlinders. Die zitten op diezelfde nectarplanten. Deze zomer hadden we hier nog een kolibrievlindertje. Eigenlijk zo'n Zuiderse soort. Het is eigenlijk wel heel erg fijn. Er is altijd wel beweging en leven in zo'n tuin. Ben je van plan om zo'n tuin nu te gaan aanleggen? Of je hebt al een tuin en wil eventjes checken of dat die wel bijvriendelijk genoeg is? Dan kun je eigenlijk naar de website van Week van de Bij gaan. www.weekvandebij.be. En daar kun je onze checklist gaan bekijken. En dan gaan aanvinken wat je allemaal hebt. En onder andere staat daarin, heb je gebruikte gifstoffen? Is er water in je tuin? Mag er klaver bloeien? Laat ik de hagens bloeien? Hè? Dat is ook zoiets. Hè? Als de hagen, die bloeien wel, maar ze snoeien die dikwijls te vroeg. Staan er lavendelplantjes of heb ik toch wel een aantal bollen in mijn tuin? Alle goede bijenplantjes die kun je daar ook vinden op die website. En wil je echt wel uitgebreid alles weten over de bijentuin, dan is er ook een boekje. Het heet Zakboek voor de Bijentuin. Die ik samen met twee collega's, Bruno Remout en Mark Verachters, geschreven heb. En waar eigenlijk alle tips verzameld staan. Ook de soorten bijen met de nectarwaarde en pollenwaarde staan in dat boekje. Zakboek voor de Bijentuin.